Cut. In deze video hebben we het over vingeren. Omschrijf dat eens in één woord. Ja, dat is echt moeilijk. In één woord? Ja, ik kan ook niet. Ik vind dat echt moeilijk in één woord. Niet meteen prettig. Intens. Intens. Ah, die had ik ook. Ik vind het gewoon echt super geil. Ja, ik kan daar niks aan doen. Geil. Daar sluit ik me 100% bij aan. Vingeren, geil. Ja, maar dat is het. Het is echt heerlijk. Een kunst. Vinger is echt een kunst. Oeh. Ja, ik vind het echt. Het, ja, vind ik echt dan worden een al mijn woorden gewoon leem. Wat wilde jij zeggen dan? Opvindend. Nou ja, toch? Ja, vertrouwelijk. En ook wel kwetsbaar. Het is gewoon dat je ook denkt van, ja, die klik is er. En je moet elkaar wel daarin een beetje vertrouwen. Ook van, want bij dat vertrouwen komt eigenlijk ook gelijk het aangeven van wat jij wel of niet wil. Als ik daar beneden nog niet verder ben aangeraakt, en dat is dan het eerste wat er gebeurt, dan denk je, oh ja, ik was al opgewonden, maar nu voel ik het echt. Maar dan heb je ook weer, zeg maar, dat je ook mensen kan hebben die dan, dat je nog nergens bent aangeraakt en dat ze dan gelijk zo met hun vinger bijvoorbeeld op je klit gaan of ja. Zo. En dat je ook dan weer gelijk niet meer opgewonden bent. Ja, tenminste, dat ja. Ben overstimulatie. Ja. Ja. Hoe was jullie laatste keer? Mijn laatste keer was, en ik heb gevingerd en ik ben gevingerd. Ik ben... Nice. Leuk. Dat was gisteren. Nou, het ging was gewoon fijn. Dat was gewoon, ging erg goed. Was heel intens. Intens. En heel lekker, ja. Ja. Ik weet nog dat iedereen altijd zei, ja, je moet gewoon doen wat je zelf fijn vindt. En dat ik denk van, ja, maar ik heb mezelf... Je vingert jezelf niet zoals je iemand anders vingert. Ja, dat was wel goede kunst, zeg maar. Kijk, vingeren denk je natuurlijk gewoon aan dit. Maar ik vind het veel chiller als het even nog helemaal zo en zo. Gewoon helemaal alles meenemen en dan... Nog één. Dus daarom vind ik echt, ja, niet iedereen kan dat. Zo. Soms gaan mensen gewoon even voelen, oh ja, het is nat, oké, meer. Ja, precies. Dat vind ik niet nice. Het begon heel geil. En daarna, dan ben je met elkaar op één level. En dan heb je gewoon dit. Letterlijk. En dan, ja, then it happens, ja. Wat vroeg je wel? Ik vroeg, ben je iemand die zeg maar zo vingert, gewoon bij iemand, of, doe je, of ben je meer van zeg maar, het klitje, zeg maar? Beide. Zo, zo. En dan kan je nog, misschien nog een beetje likken erbij, ja. Weet je wel. Ja, jullie waren me al voor, maar inderdaad, wat zijn jullie technieken? Een beetje rond de klit, een beetje op de klit, een beetje rond de schaamlippen. En dan langzaamaan naar binnen, maar continu ook terugkeren naar de klit en dan terug naar binnen. En dan gewoon zo heel de tijd dat speels opbouwen. Niet te veel dit doen, gewoon een beetje dit. Ja. Ja. Dat is mijn techniek. Als je dit doet, ik weet niet wat je dan aan het doen bent, maar je weet toch, je moet het een beetje gebogen houden. Ja, want het houden. Zit niet recht omhoog. Je zuiver, moet naar binnen. Je moet naar binnen de G-spot zoeken, voelen. Weet je, je hoeft ook niet te snel en te ruw te gaan. Bouw het een beetje op. Kijk of iemand het ook lekker vindt. En begin ik gewoon met één vinger en dan twee. Niet gelijk, maar eerst even de hele poes aanraken, strelen. En vaak doe ik ook wel gewoon combi met... Toch ook even likken erbij. Even zo, alles tegelijk. Dat is wel fijn. Nee, ik doe eigenlijk meer een beetje wat mijn gevoel me ingeeft of zo. En waarvan ik dus hoor dat je dat prettig vindt. Ja. Of waarvan ik check of je dat prettig vindt. Je voelt het ook, toch? Als er een hoogtepunt gaat komen, dan wordt het echt super warm ook. Ja. Dus dat voel je ook, daar let je ook op. En als jullie één tip zouden mogen geven, wat zou dat dan zijn? Nee, je moet in ieder geval ervoor zorgen dat het nat is. Want er droog ingaan, dat doet gewoon pijn. Rustig aan en probeer het. Vooral al weet jij het gewoon nog niet zeker of je partner dat bijvoorbeeld niet fijn vindt. Bouw het langzaam op en hou de opties een beetje open. En weet waar de clitoris is. Misschien wel een handige. Als je het niet weet, vraag het aan je partner als je daar comfortabel bij voelt. Zoek het op. Ja, niet naar Mieltje. Knip je nagels. Ik ben helaas een keer opengehaald. Eerst de ene kant en daarna gelijk de andere kant. Het stroomde naar beneden. En dit is echt stom. Die kan je niet in meekrabben. Maar echt, de nagels zijn heel scherp. Ja. Dus dan moet je echt je nagels knippen. Ja, dat was niet fijn. Vooral de volgende ochtend met plassen was heel pijnlijk. Nou, daarmee zijn we meteen bij de volgende vraag. Wat zijn de no-go's?
Van in het begin. Wat nog meer? Droog, sorry. Ja, Door meteen in willen gaan. Knip je vingers, nagels. Ernaast gaan zitten. Maar is soms ook best wel lastig. Je weet gewoon niet gelijk waar de klit zit. Dat snap ik. Geef ik mensen, is goed. Ja. Je moet gewoon één keer naar beneden en dan omhoog en dan heb je hem. Dus dat is tip voor iedereen. Voel ertussen en dan ga je omhoog en dan voel je het. Maar het is wel fijn als diegene dan gewoon zegt van een beetje links of even gewoon je hand zegt, hup, hier. Ja, inderdaad. Ja. Ik denk niet dat de clitoris een deurbel is of zo. Nee. Dat soort dingen. Dat werkt niet echt. Ja, lachen. Het doen aan de hand van porno. Ja. Niet te veel en niet gelijk alles willen doen. En denk niet dat je in een porno zit of zo. Nee, inderdaad. Ja. Horrible. Neem dat vooral niet als voorbeeld. Nee. Oké. Laten we eens kijken naar de video van de daad. Girl. Dat is gewoon lesbienne porn. Ja, ik zie het alweer. Ja. Kalm. Hier wordt er dus gevingerd. Ja, ik vind die nagels heel heftig. Kijk, hij heeft nepnagels. Ik denk dat het ziet er wel uit alsof het chill is. Voor gevoel voelen ze elkaar wel heel goed aan. Ze gaan er wel voor. Ja. Gewoon, oh, ik voel dit. Ja. Proof. Wil jij ook zien hoe je op een prettige manier seks hebt? Ga naar npo3.nl voor meer video's van Sexpedia.